Dan door met een zaak waar €15.000 beloning voor is. Gevoelens voor de verkeerde Nederlandse vrouwen hebben deze Belgische loodgieter Johan van der Heyden waarschijnlijk het leven gekost. Maar zijn lichaam is nog altijd niet gevonden. De Belgische en Nederlandse politie en justitie werkten de afgelopen maanden intensief samen in een zogenaamd Joint Investigation Team om zijn verdwijning op te helderen. En ook de Belgische collega's van het tv-programma Faroek besteden zo aandacht aan de zaak. Maar de sleutel ligt waarschijnlijk hier bij ons, in Nederland. De 56-jarige Johan van der Heyden is getrouwd en woont in Lint onder de rook van Antwerpen. Ze hebben twee zoons van 24 en 27, waarvan er eentje thuis woont. Beide kinderen hebben een warme band met hun vader. Vroeger gingen we altijd voetballen op ons voetbalveldje. En dan kwamen we sowieso nog af. Dus dat was het moment waarop we wachten. We hoorden zijn camionet thuiskomen en dan was het papa, papa. En dat was eigenlijk het moment ook voor hem, want hij genoot daar ook heel hard van. Daar keek hem altijd ook wel naar uit. En voor hem was zijn kinderen denk ik ook wel zijn leven, denk ik. Gewoon een goede papa, een goede fokker. Zoals hij kijkt op zijn foto's is hij goedlachs, positief en daarnaast een keiharde werker. Johan is loodgieter. Hij werkt niet alleen voor zichzelf, maar ook al ruim 30 jaar voor een loodgietersbedrijf. Hij is een trouwe werknemer die zijn afspraken nakomt. Een echte vakman. Een job waar hem voldoening eigenlijk uit haalt. Dat hij dan s'avonds laat nog iemand uit de nisten kan helpen of zo. En de madammetjes zijn gelukkig. En dan, ja, daar werd hij ook gelukkig van eigenlijk, dat hij dan mensen kon helpen. Hè. In zijn privéleven liep het de laatste tijd iets minder soepel. Zijn we nu al klaar? Ja, tuurlijk. Johan en zijn vrouw zijn de afgelopen jaren door omstandigheden wat uit elkaar gegroeid. En Johan voelt zich aangetrokken tot een andere vrouw, een Nederlandse. Zondag 2 juni is de laatste dag dat zijn gezin Johan ziet. 's Morgens dan aan tafel, kwam naar beneden en zat voor zichzelf eikens te bakken. We waren daar nog mee aan het lachen eigenlijk, want hij doet het eigenlijk nooit. Dus ik denk de eerste keer dat ik dat gezien heb. Dat was eigenlijk het laatste wat ik van hem had gezien eigenlijk toen. Na het gezamenlijke ontbijt gaan Johan en zijn echtgenoten op pad. Ze verhuren een appartement op een vakantiepark in Houthalen. En die zondagmiddag gaan ze even snel langs op het park en besluiten daarna een wandeling te maken in de omgeving. En ook de rest van de dag verloopt rustig. Totdat Johan om 20:30 die avond een berichtje binnenkrijgt. Ja, ik moet nog even weg gaan werken. Noem het gevalletje. Omdat hij wel vaker 's avonds of in het weekend wordt weggeroepen voor spoedklussen, zoekt zijn vrouw er niet direct iets achter. Ze maakt alvast zijn lunch voor de volgende dag. Maar wanneer ze die lunch de volgende ochtend onaangeroerd in de koelkast ziet staan, bekruipt haar een angstig gevoel. Als hij dan ook later die dag niet op zijn werk verschijnt, doet ze aangifte van vermissing van haar echtgenoot. Ik kwam dan thuis. De politie stond al ook voor de deur. En ons moeke vertelde mij dan dat hij niet was gaan werken. Ik wist wel direct dat er iets mis was eigenlijk. Ja. Ik heb wel al in mijn hoofd van, ja, die kan niet anders dan dood zijn. Dus dat zit er wel in, maar je kunt dat nog niet plaatsen zolang dat je dat niet zeker weet. En dat is echt moeilijk nu, ja. Om het uur zit er altijd aan te denken eigenlijk. En zeker thuis, ja, alles rondom u, dat ik dat doe aan hem denken eigenlijk. Ja. Advocaat Johan van der Heyden is inmiddels een half jaar verdwenen en het is zeer waarschijnlijk dat hij niet meer leeft. Nee, helaas niet. We hebben in de afgelopen periode totaal 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning en mogelijke dood van Johan van der Heyden. 4 mensen zitten nog altijd vast. 3 anderen die zijn na verhoor in vrijheid gesteld, maar die blijven nog altijd wel verdachten. Probleem, er is geen lichaam gevonden. Nee, en we hoorden het al, voor de familie is dat echt cruciaal. Zolang ze hem niet terug hebben, is het heel moeilijk om een begin te maken met de verwerking van het verlies. En daarnaast willen wij precies weten wat er is gebeurd, wie daarbij welke rol heeft gespeeld en ook waarom. En daarom looft de hoofdofficier van Justitie in Breda een beloning uit van €15.000 voor diegene die ons onderzoeksteam die informatie weet te geven, die leidt tot de oplossing van dit ernstige misdrijf. Nou is het een zeer complex onderzoek. Vanochtend nog heeft u weer een grote actie uitgevoerd op een woonwagenkamp in Steenbergen. U kunt niet al te veel kwijt over achtergronden, maar er lijkt in ieder geval een link met wat we al hoorden. De gevoelens die Johan koestert voor een Nederlandse vrouw. Ja, klopt. Uit onderzoek lijkt het erop dat een mogelijk motief het geld is geweest. En dat Johan zich heeft ingelaten met de verkeerde vrouw. En dat deze vrouw met een aantal mensen uit haar directe omgeving hebben gedacht dat deze Belgische loodgieter vermogend was. En toen dat niet zo bleek te zijn, is waarschijnlijk de boel geëscaleerd. Ja, en daar gaan in de media gruwelijke verhalen over. Daar komen we zo op terug. Maar voor nu de eerste meest concrete vraag is: waar is het lichaam van meneer Van der Heyden? Er zijn behoorlijk wat concrete aanknopingspunten. Ik moet nog even aan het werk. Noodgevalletje. Johan van der Heyden is op zondagavond 2 juni vertrokken vanuit zijn woonplaats Lint, nadat hij dus een berichtje kreeg. Aan de hand van telefoongegevens weet de politie zeker dat hij diezelfde avond in het Belgische Zoersel is geweest. Namelijk bij zijn Nederlandse vriendin, een ex-prostituee. Zij zit inmiddels vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning en waarschijnlijke dood. Het eerstvolgende dat onomstotelijk vaststaat is dat de Peugeot Boxer van Johan van der Heyden op maandag 3 juni rond 4:15 de grensovergang bij het Belgische Zandvliet passeert richting Nederland. Hij zit dan zelf niet achter het stuur. Maar door de zonneklep is echter ook niet te zien wie dan wel. De politie sluit niet uit dat Johan op dat moment in de laadruimte ligt. Achter de witte bus rijdt dan al enige tijd deze Volkswagen Fox. Die blijkt van een van de inmiddels aangehouden verdachten te zijn. En ook deze lichtgrijze Volkswagen Polo, die al eerder over dezelfde grensovergang rijdt, heeft met de verdwijning te maken. De Peugeot is die dag naar Steenbergen gereden, naar een woonwagenkamp aan de Westlandse Langeweg. Omdat zowel de Peugeot Boxer als de 2 Volkswagens na de grensovergang niet meer op de verkeerscamera's zijn vastgelegd, is het aannemelijk dat ze binnendoor gereden zijn. De politie sluit niet uit dat de Boxer, de Volkswagen Fox en Polo bij elkaar gereden hebben en wil graag weten wie zich die auto's maandag 3 juni, eind van de middag, kan herinneren. En misschien zelfs wel wie er toen in zaten. Op 9 juli wordt in een ander onderzoek in Den Bosch de witte Peugeot Boxer van Johan van der Heyden aangetroffen. De wagen is volledig gestript en schoongemaakt. Maar bij het sporenonderzoek wordt bloed in de laadruimte gevonden. Bloed van Johan van der Heyden. En ook nu weer leidt het spoor terug naar Steenbergen. De eigenaar van de Boxer, die 9 juli, vertelt dat hij de bus begin juni heeft gekocht van iemand op het woonwagenkamp aan de Westlandse Langeweg. Toen die koper de bus op 5 juni kwam bezichtigen, stond de Peugeot Boxer aan deze Schansdijk in Steenbergen. En meneer advocaat, die koper heeft iets interessants verteld. Namelijk dat toen hij die bus bezichtigde daar aan de Schansdijk, de laadruimte helemaal leeg was. Ja, hij vertelde ons dat die houten bekisting er niet meer in zat. En ook al het loodgietersgereedschap dat meneer Van der Heyden in die bus bewaarde, bleek te zijn verdwenen. En we denken dat de mensen die mogelijk met die verdwijning te maken hebben, die spullen te koop hebben aangeboden. En dat het kan online zijn gebeurd of via. Al kunnen die spullen natuurlijk ook gedumpt zijn. En datzelfde geldt voor die houten bekisting. Al houden we daar ook rekening mee dat die houten bekisting misschien verbrand is. Dus we ontvangen graag tips over mensen die weten waar deze spullen en die bekisting is gebleven. En daarnaast willen we ook graag weten of er mensen zijn die deze bus ook aan die Schansdijk hebben zien staan. Ja, begin oktober zijn in verband met deze zaak 2 vrouwen van 39 en 19 aangehouden op weer datzelfde woonwagenkamp in Steenbergen. Daar zijn zowel een woning als een loods minutieus uitgekampt. En er zijn toen sporen aangetroffen dat Johan van der Heyden op dat kamp is geweest en dat hem daar waarschijnlijk iets vreselijks is overkomen. Ja, we houden er inmiddels sterk rekening mee dat Johan van der Heyden op dat terrein of in de nabije omgeving van dat woonwagenkamp in zijn eigen bus is vastgehouden. En we hopen dat er mensen zijn die in de eerste week van juni afwijkende zaken hebben gezien rondom dat kamp, wat mogelijk met zijn verdwijning en dood te maken kan hebben. Nog even bereid. 2 juni gaat Johan thuis weg. 3 juni staat zijn bus dus op dat kamp in Steenbergen. 5 juni wordt die bus compleet gestript aangeboden. U weet inmiddels ook iets meer over die tussenperiode. Ja, tussen 3 en 5 juni heeft die bus vermoedelijk op meerdere plekken in of rondom Steenbergen gestaan. En dat is sowieso het geval geweest aan de J.L. Brooijmansdreef. En daar heeft die bus gestaan op wat ze in Steenbergen de Oude Veiling noemen. En een heel naar detail is dat Johan van der Heyden vermoedelijk nog enige tijd in leven achter in die bus heeft gelegen. En wij willen weten wie dat die bus daar heeft neergezet, wie dat die bus daar heeft gezien en of dat er misschien nog mensen in die omgeving die bus is opgevallen. Nou, dat dus hij mogelijk 2 dagen in die bus heeft gelegen, dat is al een vreselijk detail. Maar daarnaast gaan er ook verhalen dat Johan van der Heyden in stukken is gesneden. Ja, en daarvoor zou gebruik van kunnen gemaakt worden door een cirkelzaag of ander elektrisch gereedschap. Daarna zou het lichaam verbrand zijn en verder zijn vervoerd in een zogenaamde Speciekuip. Het zijn gruwelijke details, zeker voor zijn familie. U onderzoekt dit verder. Ja, ook hierover willen we graag met mensen in contact komen die iets gezien of gehoord hebben wat hiermee te maken kan hebben. En ook komen we graag in contact met mensen die in de eerste week van juni in of rondom Steenbergen elektrische zagen en bijvoorbeeld zo'n Speciekuip aan iemand hebben verhuurd of verkocht. En daarnaast komen we ook graag in contact met mensen die in die nabije omgeving van dat woonwagenkamp in Steenbergen elektrische apparatuur hebben aangetroffen. U heeft trouwens inmiddels ook al wel tips gekregen over waar het lichaam van de loodgieter mogelijk is achtergelaten. Ja, dat zou in de directe omgeving van Steenbergen zijn. Ergens in het buitengebied, in het bos of bij het water. En daar zouden dan die stoffelijke resten van Johan in zo'n Speciekuip naartoe zijn gebracht. In een donkergrijze Volkswagen Fox van een van die verdachten. En we hopen dan ook dat er mensen zijn die deze donkergrijze Volkswagen Fox in de buurt van het woonwagenkamp hebben gezien in die eerste week van juni. En misschien heeft die bus wel op een afwijkende manier daar rondgereden of ergens geparkeerd gestaan. En dat willen we graag weten. Verder doet u ook vanavond een beroep op mensen in de binnenvaart of mensen die daar in de omgeving met een bootje zelf hebben gevaren. Ja, zoals gezegd is er ook nog een scenario dat die stoffelijke resten in zo'n Speciekuip in het water zijn gegooid. En dat zou dan gebeurd zijn vanaf een van de viaducten over het Schelde-Rijnkanaal. En dan gaat het specifiek om een viaduct tussen Nieuw- en Oud-Vossemeer of het viaduct tussen Steenbergen en Sint-Philipsland. Dus bij deze doen we graag een beroep op alle beroeps- en pleziervaart die in die eerste week van juni daar zijn geweest en mogelijk iets afwijkends hebben gezien of misschien zelfs wel iets hebben gefilmd. Duidelijk, het is een complex onderzoek met veel vragen. Alle info op de site. En er is dus een beloning van €15.000 voor een gouden tip over de verdwijning van Johan van der Heyden. Belgische kijkers kunnen terecht op 0031 79 345 9876. En vanuit Nederland kunt u gewoon terecht bij de vertrouwde nummers van de tiplijn van M. En natuurlijk van het team Nationale Inlichting. U ziet ze hier en ze staan natuurlijk ook op de site.